Dat wilde ik nog vertellen. Dat, we hadden eerst een idee als begintune voor dit. Dat we elke keer de melodie van bekende sitcoms zouden pakken en daar dan Roentvonk op zouden zingen. Dus Roentvonk. Dat we elke aflevering een andere sitcom was. Maar dat was eigenlijk gewoon echt een kut idee. Ja. Het draait allemaal om penetratie, zeiden we hier. Daar openen we deze aflevering mee. Toch dubbelzinnigheid. Dit is de kans, die krijg je maar eens in de zeven blauwe manen. Komt die stropdas? Normaliter zou ik hem gewoon op die stropdas kunnen leggen, maar dit moest. De officier vanmiddag uit iets wat betere huizen gesneden bent. Hé, Marietje, kom je ons aan? Claire Bender, beste actrice van Nederland. Dit kan ze ook gewoon. Dat mijn mannetje meedoet vanmiddag. Jij kan echt serieus alles spelen. Jij gaat me toch niet vertellen dat je echt van hem houdt? Dit zegt voor zich. Ja, dat zegt voor zich. Marietje, wij dan? Ben je dat dan allemaal vergeten? Hoe we altijd op de kermis suikerspinnen afpakten van kleine Marokkaantjes. Deze running gag. Wordt een paar keer iets gezegd over de, dat wij Marokkaantjes spelen. Geluiden maakten naar Marokkaanse meisjes in het openluchtzwembad. Ja, dat is heel grappig. Je maakt oude koeien wakker, Tim. Niet doen. Je was vergeten. Zo domme idioot. Nou ja, dat is wel wekker natuurlijk. Ach, kijk Claire, ach, je ziet die arme Claire en denk je, gast, even normaal. Ik vind het zo vet dat Mitchell ook altijd speelt dat hij het net niet helemaal begrijpt. Alles gaat net te traag in het hoofd van hem. Ja, hier ligt Victor dan. Die heeft zich hier verscholen. Ja. Omdat hij het terrein af moest, maar dat wilde hij niet. En die heeft met kak op de bal help geschreven. Omdat het, ja, dat is wat je doet. Wat ruikt hij naar kak? Handheld shirtje. Handheld weer, ja. Spanning. Het zou daar zitten. Koppen! Ah ja, koppen. Ja, liever niet met de captains van de tegenstander. En zeker niet op matchday. Maar we moeten even een paar formaliteiten. Zit het nu die oortjes afgepakt? Ja. Wedstrijd, 6 tegen 6, 14 minuten lang. In die 14 mensen die een haarbandje hebben en niet nodig hebben, vind ik walgelijk en fantastisch. Ja. Al trap ik je knieschijf eraf. Na de wedstrijd geven we elkaar keurig een hand. Ja? Dan straf ik je knieschrijver eraf. Dit dat hij alles afgeplakt heeft, schitterend. Wat een verdette. Die we over hebben gehouden van de hongerstaking. Dat geldt. Dikke beker. Ja? En de verliezers? De verliezers. Die worden ontsext. Dit was een idee van Boudewijn. Onze creative producer. Ontsext. Dat hij bedacht. Nou, als jij een keertje over je vriendjes heen hebt gepist tijdens het douchen. Oké, okay, dat mag. Prima, lachen. Wat heb je bij een vriendinnetje gedaan? Tel niet meer. Nou, alles wat je in je boek hebt opgeschreven. Hm. Hij zo'n dik boek heeft bijgehouden. Gusje, gobbelen, sketten, squirten, choken, snuffen. Telt allemaal. Dus, alles gedaan. Afgetrokken worden. Tel niet meer. Tessa's tieten gezien in groep 8. Oh ja, nou, tel niet meer. Oh ja. Je laat hem vallen op het strand huilen en dan opgetild worden door een topless vrouw. Dit deden we vroeger op het strand. Ja? Gingen we over het strand rennen. En dan bij topless vrouwen gingen we struikelen en dan huilen. En wat dan vet. Hopen dat ze ons kwamen helpen. Wat vet. Okay. Ik zijn kraagje omhoog heeft, daar ben ik zo blij om. SMS'je van je moeder. Ja. Lieve klas. Ach. Zoals jullie misschien. Ik weet dat we ook ooit een idee hebben gehad. Dat we een les hadden van Bartel Jaap. Dat hij hun gewoon een wiskundeles gaf. Shot op Bartel Jaap. Monologisch als dit. Tegenshot. Alle kinderen uit de klas hingen aan een galg en hadden zich opgehangen.
En ik weet nog dat we dat opstuurden naar mensen en dat we als commentaar 25 vraagtekens kregen. Wat de fuck is dit voor idee? Ik ben de laatste levende balmaker en met mijn zal kinderen gaan krijgen. Zo serieus zijn dat je de laatste levende balmaker bent. Ik kan natuurlijk ook geen kinderen krijgen. Nee. Omdat, ja. Die gast kan niks. Nee. Dat ik aan jullie mag overdragen, zal ik voor altijd in jullie voortleven. Zoals onze regisseur zei, dit moet je gewoon kapot maken. Dit. Ik zal jullie niet in de steek laten. Het enige dat ik van jullie vraag, is of jullie mij vandaag voor één keer een klein beetje willen laten uitspreken. Voor één keer, jongens. Ach. Arme man. Ik heb cola gedronken met een boer. Ja. Ik denk wel echt serieus steeds, elke keer als we hier zijn... Oké, maar lager kan die niet zinken, maar dat... Ah ja, nee. Ja, vandaag is sportdag, toch? De loting is niet. De loting, oh ja. De corrupte loting. Wat zegt Hulst ook weer? Waar dan ook nazi-muziek onder zit, is me ook een raadsel. Klaas, Jack, Eddie en Bartoljan. En dat was het dan. Tot volgende 2 uur. Hij zit eigenlijk in de lege zin. Wat? Hij tot vanmiddag 2 uur. Hij is de beste voetballer op deze school gezien. Oh ja, we gaan proberen Victor terug te halen. Dit is trouwens ook een ding dat we hier een sportdag van hebben gemaakt. Ik weet nog dat we alle soort eikpunten van de middelbare school wilden hebben. Of grote gebeurtenissen. Dus de sportdag, de stunt, het eindexamen, het schoolfeest. Wat zit er nog meer? Ja, de hongerstaking, we hadden nog... Ja, en we dachten, bij dit wilden we toch een beetje een soort Mighty Ducks... Hoe heet je, die Looney Tunes film? Space Jam-achtige aflevering maken. Van het absoluut ten dode opgeschreven team dat dan toch wint. Alleen dat wij dan hier alsnog te keihard afgaan. Onmiskenbaar. Victor. Maals. Alles fluisterend. Dank je, Eddie. Huh? Maar als ze dit tegenwoordig econometrie is, gewoon een super slimme jongen. Ja. Dit is weer die fietskelder op mijn verjaardag. Hallo? Ik zie nou wel eens helemaal niemand is gewoon aan. Ja, dan ben ik rat op gek. Hij heeft hij echt die rat in zand? Nee. Maar die staar bewoog. Of doet hij gewoon... Nee, zijn het. Nee. Welk jaar is het? 2044. Maar Victor, we hebben je nodig. Goed om hem te... Ik denk gewoon omdat het grappig is dat je hem gewoon niet de waarheid vertelt. En gewoon doet alsof hij daar 40 jaar is gezeten. Of dit. We kiezen ja. Dat zou ik dat het voorbereid had. Oh ja, we kiezen. Er staat heel veel op het spel. Nee, nee, nee. Ik bewaar mezelf voor meneer Hulst. Ik ben zijn linksboetoe. Meneer Hulst heeft al een linksboetoe. Armani. Nee, dat kan niet. Dat kan niet, meneer Hulst. Ik beloof dat ik zijn linksboetoe moet zijn bij de meneer Hulst is het team al compleet. Hij heeft je niet nodig, Victor. Ja, en meneer Hulst is hier nu niet. Wij zijn hier. En wij, wij willen jou. Hij is net eigen pis aan het drinken. Ja, zoals je ziet wilden we duidelijk maken dat hij aan lager wal is geraakt. Ja. Dat is gelukt, volgens mij. Jullie hebben geen idee
hoe ik me al die jaren in leven heb gehouden. Het is 2 weken, Mogol. Ik kom wel op gesprek. Kom maar gewoon met ons mee, Victor. Kom maar. Ja, kom maar. Ja, kom. Ja. Ik hoop dat jullie verliezen. Maar ik hoop ook dat anderen verliezen. Eigenlijk hoop ik dat iedereen verliest. Krijg aids. Hij zei eerst iets anders in plaats van aids. Maar aids was grappiger. Toch? Ja. Oh, dit is een van mijn allerlievelingste. Dit is een van mijn allerlievelingste. Die gasten. Omdat we niet wisten hoe ze eruit moesten zien. En toen kwam Nedda, de kostuumontwerper, die kwam ineens met het idee dat ze allemaal Hawaii-blusjes aan moesten. En toen werd het zulke vieze gasten. Spelen een spelletje. Doe je mee. Hey. Hey. Voor de mensen die Jordi-film leuk vinden. Dat is Jopie, toch? Heet hij? Jopie, ja. Nou, Jim heeft hem wel echt ontdekt. Ja, het is echt, Jim is, het is de muze van Jim. En wij hebben hem gejat, die muze. Komt nooit meer terug. Tringelingeling, hanky-panky. Oh, nou. Hij wel. Kunnen we hier gewoon even doorspelen? Ik ben zo aan de beurt. Al die smerige gasten die met dat Thaise meisje willen doen. In mijn comfort. Vaarwel. Pingelepom. Ik geloof in jou, Bartelja Balneger. Toen ik hier onder supervalse voorwenselen naartoe werd gelokt, mijn beide nieren verloor in een weddenschap en moest werken in de bananenbar, gaf ik toen op. We hebben ook ervoor gekozen dat altijd die pingelingen dingen super kort zijn en haar verhalen dan heel lang. Of haar thuis is ook heel kort. Ja. Je moet vechten voor wat je waard bent. Het heft in eigen handen nemen. En dan komt het geluk vanzelf naar je toe. Je hebt gelijk, Comfort. Het heft in eigen handen nemen. Dit is het moment. Bartel Jaap gaat een held worden. Ik heb 13 jaar voetbal gezeten. Oh ja. Ja, dat komt ook. Ik heb ooit 1 keer met een gast op een pleintje gevoetbald die zo slecht was. En die bleek toen al 13 jaar op voetbal te zitten. Dat kon ik niet geloven. Dit potje geldt niet meer. Jij nog een keer draaien, Comfort. Oh, vet. Zo episch. Ja, de Mighty Ducks, dan had je ook gewoon die eindwedstrijd. Dat begon ook zo. Oh, en we hebben hier die straatvoetballer. Die Nasser El Jackson. Die wereldkampioen. Ja, die kon echt alles. Die kon echt alles met een bal. Ach, Jochem. Hey. Ella Bandita. Hi. Champagne. Ik ben de Armanische jongere en oudere zus. Nee, je Armanisch vader. Zeg eens iets in het Latijns dan. Mos hem. Kut. Hij spreekt het echt. Joop Kasteel is zo briljant. Dat hij even aan zijn... Dat hij zelf bedacht dat hij even aan je neus kan. 18 maanden. Dit is een tweeling. Ja, deze gast, ja. Deze gast kon alles met die bal. Maar dit was zijn eigen bal, dus een zwarte bal. Dus daarom zul je zo meteen zien dat hij soms op de achtergrond... Kijk, nu heeft hij een witte bal. Oh, ja. Want dat moest voor het shot. Maar hij kon het eigenlijk vooral met die zwarte bal. Kijk. Maar die gast kon echt alles. Ja. Maar hij heeft mij geen pannen gegeven. Hij heeft mij geen pannen gegeven. Ja, wij zullen de kar moeten trekken vandaag. Met z'n drieën kunnen we ze het heel moeilijk maken, maar... Speel mij niet in op rechts, ik heb een zwakke enkel. En stuur hem niet diep, want hij heeft last van zijn hamstring. Oké? Hé, scheids. Ze hebben een nieuwe speler. Ja, dat is onze dispensatiespeler. Ja. Dat mag alleen als je een blessure in het team hebt. Doe het. Alles voor het team. Ik bedoelde Jet. Wij willen Victor erbij. Is dat Victor? Oké, jongens. Kom op. Jezus, wat ziet hij eruit, joh. Ik ga jullie niet teleurstellen, jongens. Jullie hebben mij uit de duisternis gehaald. Ik breng jullie naar het licht. Ja. En Lars, het spijt me van alles wat er is gebeurd. Ja? Ik heb dingen gezegd
Jij hebt dingen gezegd. Lars heeft er van niks gezegd. We waren allebei fout, zijn die ook. Bijvoorbeeld, luister. Heel bang. Hey, Victor, je krijgt je baan terug als je bij ons de nul houdt. Eeuw. Nee. Oh nee, het is voorbij. Dit gaan we nooit winnen. Tony! Eurootje voor een hersenschudding. Scheids, blessure, wissel. Dit is allemaal... Pierre was niet bij deze dag. Ja, dit is allemaal apart. Dus Pierre is het alleen maar in close omdat hij niet in deze dag kon. Okay. Dus die heeft alles naar de hand moeten draaien. Toen hebben wij steeds heen en weer gaan rennen en steeds dingen gaan roepen waar hij dan op ging reageren. Zet mij op doel. Dat is jammer. Dus er zat een zin in, ik mag dan wel blind zijn. Mijn andere zintuigen zijn hoog ontwikkeld. Zoiets zei hij dan. Dit heeft lang geduurd voordat deze goal gemaakt werd. Eindeloos. Dat hij naast de goal staat. Ja, want eigenlijk, doordat hij dat zei, dat hij andere zintuigen had die hoger ontwikkeld waren, is het logisch dat hij op goal staat. Nu voelt het ook een beetje als, ja, zit de blinde maar op goal. Ja. Schop ze de moeder om Rami. Staat er ook een spandoek met spandoek op? Oh ja. Bijna naast. Time-out. Oké, boys, het gaat heel lekker. Niks aan de hand. Nog één minuutje. Het staat 0-0. Het staat 17-0. Ik word zo melig van deze aflevering. Ik weet dat jullie niks te verliezen hebben. Oh ja, we worden ontsext. Daar gaan we. Daar gaan we. Vergeten. Ja, dus ze willen nu één goal scoren, zodat Victor zijn baan verliest. Met deze nederlaag verliezen wij verhalen en herinneringen. Herinneringen die ons persoonlijk heel dierbaar waren. En die ons zijn afgepakt door het hoogverraad van Victor. Jullie hebben heel gehoord, jongens. Victor houdt de nul. Zijn mijn eigen schoentjes. Heb jij ook je eigen schoentjes staan? Nee. Laten wij alles op alles zetten om één goal te maken. Maar dat jij natuurlijk zijn broek over zijn navel heeft. En misschien, heel misschien, hebben wij vanavond allemaal wel iets om in onze lege boekjes te schrijven. Oké? Onverstaanbare shit. Onverstaanbare schreeuw. En die rent weer de struik in. Of was deze goal? Nee, deze goal duurde heel lang. Of deze actie ook niet. Oh nee. Tuurlijk. Keurig. Ook weer. Bartel Jaap doet weer iets liefs. Ja. En uiteindelijk wordt iemand daar weer heel erg voor gestraft. Spandoek daar achter jou. Hij is gewoon, hij is alleen maar goed, Bartel Jaap. Hier Lars, ik gun het jou. Je hebt het verdiend, jongen. Goeie binnenkant hoor, heeft hij. Ja. Nou, we wilden inderdaad iemand die letterlijk in tweeën werd getrapt. Maar we hebben de nul gehouden, baas. Weg! Move! Ik moet hier zo meteen ook weer lachen, weet ik trouwens. Omdat... om Joop Kasteel. Joop Kasteel, ja. Ja, het hele ding was, ze vonden het leuk als er iets meer was met Lars dan gewoon... Ik bedoel, er moest toch iets achter zitten of zo. En het leek ons heel vet als hij een alien was. Die weer de aarde kwam infiltreren. Dat hij ook een soort iets slechts in zich had of zo. Hij heeft over planeet Era, toch? Ja, UFO-piloot. Ze hebben me gezien. Ik
Carrex heb gefaald. Testproject. Beugeltje. Is een alien met een beugel. Terug naar moederplaneet Erra. Derde Dal-universum. Ja, nu moet jij heel erg lachen. Heel erg lachen, ja. Stil. Tuurlijk. Ja, dus toch. Ik vond het al zo vreemd. Want hij heeft wel twee witte vaders, maar hij heeft zelf een andere kleurtje. Ja, ga ik al. Dat kan helemaal niet. Ik trek dat. Ja. Oh ja, en volgens mij vonden we het dus ook grappig als Victor toch ergens een keer gelijk had. Dat het wel zo was dat Victor toch bij die oude avond een punt had van hé, maar dit klopt helemaal niet. Dat hij niet alleen maar debiel was. Een hele grote beker. Ja, een ziek dikke beker. Jij nou een servetje met drie dingen erop? Ja. Zo, dit duurde ook lang. Zo, met die wind, gewoon aansteken, een ding in de fik steken. Ik had een bekje met z'n zus. Ach, kletsje. En nu, eindelijk dan. We hadden nog een scène in deze aflevering, dat is bij die loting, Bartel Jaap geloot wordt, dat één leerling helemaal flipmodus gaat en op Bartel Jaap. Als ik dood ben. Zit een lookalike van mij stond er daarachter, ja. Daar. Ja, want hij heeft ook zo'n trui aan, maar dan omgekeerd, dat weet ik nog. En daarom wil ik dood. Hm? En dan zit er met dat viskoekje hier. Ja, ik ga niet viskoekje. Ga je aan de steek laten? Moet heer Heidrich dan na de schooltijd lekker met haar spelen? Hm. Blijf van haar af! Dat kan hoor. Hè? Krijgt ze eindelijk een echte man. Mooi geweest. Ik laat niet over me heen lopen. En die zegt, ik laat niet over me heen lopen na alles wat hij al... En dan uithalen met verdikken me. Ja, dit was erg leuk. We hadden echt veel zin om Bartel Jaap een held te maken. Ze hadden ook meteen besloten, als hij dan een held wordt, dan wordt hij ook de grootste held ooit. Dus in die volgende aflevering, dan wordt hij echt letterlijk op handen gedragen. In het lichtblauw ook weer, hè? Lichtblauwe confetti. Zeker, zeker, zeker. Letten we op. Ach, en die romance tussen dit schitterende koppel. Het is grappig dat het haar toch ook staat, Claire, Louis Ordinaire. Ja, zeker. Blijft haar genezen, hè? Ja. Ach, wat eindigen in mineur. Ik ben benieuwd wat de volgende aflevering gaat brengen. Ja,